is het positief en meestal is het leuk en aardig en gezellig en noem maar op. Maar het is niet altijd leuk en aardig en gezellig, die liefde. Nee, af en toe kan die ook zwaar kloten zijn, vooral als je eerste liefde een verbrande liefde blijkt te zijn. Komt-ie! Mag ik die anders in? Dat ene meisje, het meisje van de geduld. Ze was mijn vriendin met je armen, nu ben ik naar haar op zoek. Ik ben nu al wat ouder, er speelt niet zo meer op zout. Maar zou graag willen weten hoe het ze met haar gaat. Ik stel er op de juiste meisjes. We waren vrienden, straks van we op de date. Maar op de avond stond geen spieren, ja. Spotte ik, haar helemaal in elkaar. Heb ik nog altijd spijt? Als ik ze me kan vergeven, ben ik van mijn schuld bevrijd. Ik wil dat haar morgen gaat bloemen en niet zijn uiterste. Daarna een eindje rijden en beproeven wij ons te lukken. We waren vrienden, straks van de opgekend. Maar op de avond stond geen spieren, ja. Stopte ik, haar helemaal in elkaar. Oké, dames en heren, hier de bedoel is. We zijn nu aangekomen bij het diep tragische gedeelte van mijn liedje. Ik wil jullie vragen om even te gaan zitten op de knietjes. Van het diep tragische gedeelte van mijn liedje. Hi, en nu? Dat ze haar kunnen.